wanneer je met spoed nog een bestelling bij je klant wil laten brengen, is het van enorm belang om daar een gedegen koeriersbedrijf voor in te zetten. Goed koerierswerk bestaat namelijk uit meer dan alleen een order van A naar B brengen. Hans Oude Avenhuis van de Transporters legt uit waar een goed koeriersbedrijf aan dient te voldoen. Een goed koeriersbedrijf moet voldoen aan een goed wagenpark, nieuwe vergunning die je nodig hebt voor vrachten boven de 500 kilo, betrouwbaar en flexibel personeel. Transportwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door personeel van de sociale werkvoorziening, de gemeente en het UWV. Hierdoor wordt er naast de juiste inzet van materiaal ook middels de juiste mensen duurzaam gewerkt. De nieuwe auto's die ingezet worden, die voldoen aan de nieuwste milieunormen. Zo heb je minder uitstoot en ben je goed voor het milieu. Betrouwbaarheid van de chauffeurs is zeer belangrijk. Vooral bij spoedritten, dat de chauffeur direct van A naar B rijdt. Dat hij de vracht netjes aflevert. Zodat de klant kan vertrouwen dat het netjes en goed wordt afgeleverd. De klant kan op de hoogte gehouden worden via het track en trace systeem. De chauffeur die houden we in de gaten. De klant wordt medegedeeld hoe laat de chauffeur op de bestemming is. Het personeel moet opletten bij het uitvoeren van de opdracht dat de vracht netjes in de auto komt te staan. Dat de papieren erbij aanwezig zijn die getekend zijn door de klant en door hem. De vracht gezekerd is zodat hij niet kan schuiven. Hij rijdt naar de klant toe en daar wordt de boel weer netjes afgeleverd. Daar ook worden de papieren weer ondertekend door hun klant. En de papieren komen weer retour naar ons. Zo zie je maar dat het niet zo simpel is als het lijkt. En er veel details zijn waarop gelet dient te worden om duurzaam om te kunnen gaan met een vracht.